Thank you very much, David. You're the best. Goedemiddag, welkom bij deze speciale video die ik dankzij deze gast hier kan maken. We zijn hier bij... Ja, nou, doe jij maar. We zijn hier bij Enzo. Dus, en we zijn hier dus zeg maar bij Nintendo Benelux. En wij mogen hier dus zeg maar E3 aangekondigde games mogen wij dus uitproberen. En we nemen jullie mee, dus... Wij gaan beginnen. Ik ga mediteren. Nou, de eerste game die we dus zeg maar gaan doen, Zelda player. Legend of Zelda, Ocarina. Ik denk we gaan gewoon als eerste Zelda player. We gaan dus eerst Travis Heroes doen, alleen we zijn dus zeg maar met z'n drieën, dus de camera moet op één punt stil blijven staan, want ik heb helaas nou niemand die in de camera kan bedienen. Dus nou, laten we kijken hoe dat spel gaat werken. Gekomen met onze gast. Wie ben jij? Ik ben Royan. Royan? Van Nintendo Live. Oh, hij is Royan van Nintendo Live. Dan moeten we nog een kanaal taggen. Hoi. Hoezo taggen? In ieder geval, we gaan door naar de volgende keer. Wat is jouw ervaring? Even ervaring. Ik vond het heel erg anders dan vooral super chaotisch, maar wel leuk chaotisch. Dat. Dit is echt een game om te spelen met... Ja, ga lekker met z'n drie op de bank zitten. Precies, hard schreeuwen. Ja, hard schreeuwen. Ik denk dat het net zoiets gaat worden dat je uiteindelijk elkaar gaat vervloeken. En precies. Toch net niet ver genoeg vervloeken om elkaar te mappen ofzo. Zoiets, ja precies. Nog net niet. Het spel loopt inderdaad heel erg soepel. En ook al is het niet met z'n vieren, moet ik zeggen dat het met z'n drieën ook hartstikke leuk is. En waarschijnlijk ook makkelijker, omdat je niet echt vier spelers nou nodig hebt. Het enige nadeel wat ik wel vond tijdens het spelen was dat elk klein puzzelstukje, kan misschien alleen zijn omdat het de demo versie is elk klein puzzelstukje wat je haalt is een truifel. Maar ja, dat kan natuurlijk de demo zijn. Dus de basis was behoorlijk interessant dat ze daar ja, toch wel iets hebben gedaan van dat je moet samenwerken om hem te verslaan. Dus nou, dat ik hem heb gespeeld met de E3. Heb ik gezien bij de E3. Toen ik hem zag, gaf ik hem een 4. Nu heb ik hem zelf gespeeld en gezien. Nou, ik geef hem wel een 7,5. Dat is mijn score. Ja, Zelda fan een beetje erg. Dus ik ga er richting de 8. Want ik denk. Noem jij ja, geen Zelda fan dan? Nee, ik ben geen Zelda fan. Ik heb helemaal alleen maar Mario Play 20. Nee. Nou, dan ben je eraan. Maar goed, jij gaf hem een 8, ja. Kun je die dingen ook kunnen hier? Nee, ik geef hem op. Oh. 8, zeker weten. Oké, okay, nou. Ik ben ook een Zelda fan. Ja, ik ben ook een Zelda fan, maar ik ben een Zelda fan. Ja. Nou, we gaan het proberen, jongens. Ja, ik ben benieuwd. En dit noemen ze makkelijk waar ze af zijn gegaan. Dat doet mij denken aan Meat Boy op een of andere manier. Oh, daar moet je ook rennen. Ja? We gaan gewoon dit doen. We gaan gewoon dit doen. Ik hou hem gewoon zo vast. Oh, je mag blijven rennen. Juist. Je mag niet springen. Oké, jongens, we gaan niet springen, we gaan gewoon rennen. Ja. Dus, nou, ik ga nog niet even kijken, jongens. Ik ga nog niet even kijken.
Even een paar jaar. Magic Touch. Oké, nou we gaan het zelf over. Vraagteken maar. Ik weet niet wie er mee bezig is. Wat? Oh, natuurlijk zijn. NESL. Nee, dat, ja, er zijn heel veel mensen geweest die verschillende dingen eigenlijk hebben van me. Even kijken. Wij nemen onze tijd. Oké, ja. Ik kan je ook de voeten halen. Ja, maar je hebt een tijdsgebied, hè? We gaan het doen. Nee, niks aan het eindje, joh. Oké, dit is een bruggetje. Oh, je moet springen. Oké, ik zie jou wel even. Omhoog. Ah, dit is gaaf. Nu zit de trui voor zo, hè. Je kan dus in je beelden, met je amiibo, kan je dus een speciale mushroom sturen. Dat komt bij je. Die speciale jet. Oh, maar ga je dit halen? Ja, dat klopt. Dat is hard, joh. Hij zegt cool, dat helpt heel veel, dankjewel. Super. Ja, ik heb die. Maar ik kan jou niet laten zien dat als je. Ik heb die. Oh! Nee, je moet daarmee lopen. Ja, nee, die is niet. Oh, dat is echt te snel! Ik heb nog geen zin in dat gesproken. Het is een stuk moeilijker gemaakt dan al die levels die je standaard hebt. Wil dit. Ja, het is goed, ik heb gehaald. Nee. Wat je nu eens kan doen, is je kan dus weer raten. Je hebt het gehaald, zat ik echt. Ja, nee, ik vond het heel mooi gemaakt. Ik weet hoeveel tijd dat er in zo'n level wel mee gaat zitten. Dus. En dan dacht ik dat het mijne moeilijk was. Ja. Serieus, doe je even Mario, bro? Jij luibammers! Geef hem dadelijk een level, maar mijn niveau, hè? Verschillende challenges maken bij een level, Peter, in plaats van eentje en je wint. Dit is voor een trial and error. Dus Brian, ik vind dat jij dit een Legend of Blink moet proberen. Ja, absoluut. Ik een kleine druk op je schouders, denk ik. Heel klein druk. Wat? Oh, je bent er nog. Je bent er nog. Je bent geen Link meer. Jammer dat ik dat deuntje van de Legend of Zelda 2 Adventures of Link niet kan spelen. Dat deuntje. Ja. Ik ken wel wat op de Ocarina, maar dat deuntje vind ik... Weet je wat daar zit? Ja, op jouw gamepad kun je daar bij de puntjes kun je lezen. Ja, er staan dus comments bij.
Blijf staan. No problem. Heb je hem naar Ronnie gehaald? Ze zijn goed bezig. Met L. L erg maakt niet uit. Best. Oh. Nou, ik vind het prima bij deze. Ik ga hem snel naar Mario maken. Rage quit. Ik moet ook die Mario maken. Ik moet toch ook de beelden nog doen? Spelen. Dit is totaal anders. Je hebt nu dus Super Mario. In plaats van de gewone Koombas, je kunt grotere Koombas maken. We hebben net een level gehad waar je eigenlijk een beetje de nieuwe features hebt gezien. Je hebt het gezien hoe dat het gebouwd kan worden. En op het moment dat je zo'n level haalt, dan voel je je echt van, trots. Ik heb gewonnen. Ik ben geweldig. En er zijn zoveel levels en dat zal op het moment dat het spel uitkomt alleen maar groeien. Want iedereen kan levels maken. Iedereen kan troll levels maken, grappige levels, easy levels. Die hij had. Gek maken als je wil. Ja. Dus je kunt een Don't Let Go level, die heb ik in het begin gehad. Echt geweldige levels die je kan maken. Ja. Alles is mogelijk. Ik vind het jammer dat Nintendo het zo bij de E3 in ons gezicht heeft gegeven. Maar wij gaan het niet doen. Wij kunnen alleen zeggen, het spel is echt geweldig. Echt een meesterwerk. It's Super Mario. It's a me. It's Super You. Joehoe! Wij gaan door naar Mario Luigi. Oké, jongens, we gaan nou Mario Luigi Paper Jam Bros doen. Tenminste, ik ga het proberen. Voor jullie hebben jullie goed kwaliteit. Ik zit hier nogal weggemoffeld. Maar we gaan het gewoon doen. Lijkt wel een beetje. Oké, nou, laten we eens eventjes starten. Ik hoop dat het een beetje goed te zien is. Quests. Laten we eens eventjes even kijken. Dit is Boss Battle. Paper Toads. Oké, nou weet je wat, we beginnen gewoon eens even met quests. Doe gewoon één quest. Gewoon de eerste. Gaan we kijken hoe dat werkt. Jongens, ik zit echt niet comfortabel. Respect mij. Dit zit echt niet lekker, jongens. Oh. Oké, nou. Ach god, dat Starbase is er ook weer. Ik ben de naam alweer vergeten, want zo erg boeiend was die. Oké, het is een beetje de controls van Partners in Time, zover dat ik nou heb gemerkt. Dus je hebt A, B en I. Dus ja, dit skippen we wel heel eventjes. Oh, wacht. Je hebt de fast forward. We hebben een fast forward knop. Oké, rescue the paper toads. Ready? Start. Oké, dus je doet A, B, I. Oké. Kunnen we even jullie... Oké, dan krijgen we een battle. Oké, first strike werkt nog steeds precies hetzelfde. Mario controleren we daarmee. Ja, dat is duidelijk. Oké, dat is ook... Oké. Paper Mario can create copies of himself using copy block. Oké. Ik heb Paper Mario gespeeld. Laten we een sprongaanval doen. Ja, ik zal zelf een beetje.
Oh, en dan moet je constant zo blijven tappen. Oké. Okay. Sorry dat ik nou niet echt spraakzaam ben, maar ik zit hier met een statief op mijn schoot. Dan word je niet vrolijk van. Het is dat jullie niet achter de schermen kunnen kijken, maar oh. Oké, ze hebben weer het vlagsysteem van Dream Team Bros. Dat is eigenlijk helemaal geweldig. Net zoals de Mushroom Rank en dat wordt dan de Fireflower Rank. En zo maken we dus zeg maar tot we de Toadsen zeg maar doen bevrijden. En zo hebben we eigenlijk zeg maar de hele gameplay. Dus ja, ik kan niet wachten eigenlijk op dit spel. Omdat ik ben zelf een grote fan van de Mario & Luigi series. En dat we dat nou samen mergen met Paper Mario eigenlijk. Is eigenlijk gewoon geweldig om dat te zien. Dus zoals jullie kunnen zien, het bovenste scherm is de main focus eigenlijk. En het onderste scherm, dat is eigenlijk meer gebaseerd voor de stickers die je hebt. En die dus zeg maar Mario kan gebruiken. Of ja, de Paper Mario kan gebruiken. Even kijken, Trio Attack. Kan ik weer een kopie? Nee. Kan ik dan zo'n ster gebruiken? Oh, oké. Okay. Tap card. Dus dan is een power-up. Dus, oké, dat is best wel gunstig. Ik moet daar die timing echt even goed van krijgen weer. Oh. Oeh, counteraanval. Lekker. Oké, die koepen die zijn best wel sterk. Oh, te vroeg. Ik moet even een beetje aan die timing wennen weer. Juist. Kijk, zo doe je dat. Nou, na die ongemakkelijke positie waar ik dus zeg maar de statief op mijn schoot weer had gezet, heb ik dus toch een beetje het beeldmateriaal kunnen laten zien van Mario & Luigi Paper Jam Bros. Ja, we zullen even weer op de naam komen, maar het is namelijk een nieuwe naam waar we nog allemaal even kussen. Het rolt nog niet zo lekker van toch, maar de gameplay die is gewoon geweldig. Het is gebaseerd niet op de Paper Mario zoals we hem kennen. Het is meer gebaseerd eigenlijk op de Mario & Luigi series, zoals Mario & Luigi Partners in Time. Bowser's Inside Story, haha, insert the joke hier. De game voelt eigenlijk een beetje aan Dream Team Bros. En je speelt dus zeg maar, je hebt er een combinatie met Paper Mario eigenlijk, die erbij zit. We hebben ook bij de intro zie je dan Paper Peach. Hoe dat het spel en verhaallijn in elkaar zit, is nog helemaal niks over bekend. Ik zal meer footage laten zien op het moment dat First Look natuurlijk weer gaande is. Dus wij gaan hopelijk, misschien maken we nog een ander spelletje, we zullen het zien. Dus, sowieso voor mij is de Mario & Luigi weer een must-have om te hebben. Dus hopelijk zal die snel gereleased worden. Ik zie jullie bij de volgende. Wie wil nog beeld, maar hij zei net iets heel moois. Ik heb nog nooit Star Fox gespeeld. Dus het gaat helemaal, wordt helemaal geweldig? Het gaat helemaal geweldig worden. Oké, mooi. Oké, hij is, Brian die gaat dus nou verder met Star Fox en die vertelt dadelijk even zijn mening erover. Hey, Brian heeft Star Fox gespeeld. Nee, ik film jou. Ik ben niet aan het filmen. Ik ben wel aan het filmen. Ik ben aan het filmen. Je bent wel aan het filmen. Ja, dat zeg ik toch.
Blooper. Nou, ik heb Star Fox Zero. Hij kijkt nogal boos naar je. Heb je het verpest? Draai nou eens om. Hij kijkt behoorlijk pissig. Maar Fox, je bent mijn schatje. Nou, jouw ervaring? Zachte vachten. Ik voel me gewoon naar stofpapier. Nou, ik heb Star Fox Zero gespeeld hier. Wauw. Een van de beruchte games van de E3. Ja, graphics. Weet het, no comment. Moeten ze gaan verbeteren, gaan ze denken, hoop ik ook doen. Come on, please, give us HD, it's a Wii U. Explosies, GameCube niveau, graphics. Xenoblade voor de Wii was beter. Laten we daarop houden. Hij jat hier gewoon mijn tekst. Ja, dat weet ik. Moet je niet goed inluisteren? Moet toch wat zeggen? Maar hoe is de gameplay? Wel vrij goed. Het was even wennen, maar toen ik aan het einde hoorde dat ik met de L-trigger de view kon resetten naar het begin, toen dacht ik van, ja, als je dat aan het begin had geweten, dan was het gewoon, ja, lekkere gameplay. Simpel. Hij wappert nogal veel met zijn handen, zien jullie daar. Maar ja, het is simpel. Hij was simpel. Goede gameplay. Ja, ik vond het wel leuk. Het is vermakelijk. Niet mijn eerste keuze in een game die ik zou kopen, maar een aanrader. Ja, deels. Misschien. Ligt aan het eindproduct. Ik weet niet wat ik moet zeggen. We wachten gewoon tot ze een HD-versie uitbrengen. Ja. Ik heb net een solo optreden moeten doen. Dat was voor deze meneer hier met de bruine. Daar heb ik net een solo optreden moeten doen met de ocarina. Dus ik ga daar heel eventjes vragen wie dat hij is. Want hij vroeg dat of ik even op mijn ocarina wou spelen. En het was hartstikke leuk, dus ik zie jullie in een seconde. Nu heb ik hem hier zo. Kijk, we doen gewoon in één keer zo bommen. Okay. Dus doe jij eens heel eventjes jouw naampje ook nog even van YouTube zeggen. Want ik heb dus net... Mijn naam is Gamings Extra. Gamings? Ik moet hem aankijken, ik kan niet zelf keuzes maken in het leven. GamingsNL. Ja, GamingsNL. GamingsNL? Ja, oh, jullie werken samen zo? Ja, ja. En ik heb ook nog een ander YouTube kanaal dat heet Weet Je Wat Laat Maakt. Weet Je Wat Laat Maakt? Ja. Nou, laat maar. Nee, deze, die net op de, moest ik dus zeg maar op de ocarina en vroeg ze of ik dat even kort wou doen. En ik denk, doe eventjes de veven terug. En ook eventjes hun natuurlijk even vermelden in mijn video. Ik bedoel, net zo leuk. Dus hoe vonden jullie van de E3-presentatie? Ik weet niet op wie dat ik nou moet focussen, dat is het probleem. Oh. Ja, wacht, we gaan ook even een paar stappen doen. Dat zijn we ook even. Ja, nee, het is super vet dat Nintendo dit organiseert natuurlijk. Ik bedoel, ik zou eigenlijk elke dag willen langskomen. Brian denk ik ook wel. Ik bedoel, ja, dit wil je toch eigenlijk elke dag doen? Eigenlijk en, wel. En dan stiekem ook een beetje geld ervoor krijgen. En dan is het gewoon het leven waar we allemaal van dromen, denk ik. Precies. Nou, ik vind het eigenlijk het belangrijkste om mensen te laten lachen. We zoeken die games testen. Jullie weten ons te vinden. Ik heb mijn adres gegeven, ik wil jullie vaak genoeg. Ja, wij... Presenteren is natuurlijk ook heel erg belangrijk. En dit is mijn selfie stick. Jongens, ik zet heel even mijn camera. Even draaien we hem heel eventjes. Kijk, dit noemen we nou een selfie stick. Zo doe je dat. Zo doe je dat. Zo doe je dat. Het werkt. Hey jongens, in ieder geval, dit was de E3-presentatie natuurlijk vanuit Nintendo Benelux. Wij danken jullie voor het kijken. Heb je nog vragen, kun je daarbij natuurlijk in de reacties wibbelwabbel. Als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En wij hopen jullie morgen te zien. Dan gaan we weer verder met Final Fantasy 9. Bedankt voor het kijken jongens. Doei!